aan de slag. BNR. Deze keer is het echt gedaan met kipcaravans. Zo leek het onlangs. Het bedrijf zou failliet gaan, maar niet eens minder waar. Geïnteresseerden staan in de rij om het nostalgische caravanbedrijf uit het slop te halen. Heeft dat zin? En zo ja, hoe moet dat dan? Daar ga ik over praten met trendwatcher Richard Lamp. Hij is van trendwatcher.com. Richard, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Er is inderdaad veel belangstelling voor kip. 18 partijen zag ik even in de gauw gehad. Maar hoe kan dat? Ja, op zich kan ik me er wel iets bij voorstellen. Ze hadden namelijk voor volgend jaar een hele mooie camper op het programma staan. En er is een hele duidelijke verschuiving gaande in de markt. Kijk, daar heb je al eventjes leuk voor de radioluisteraars. Ja, het zit geweldig. Een grote witte camper. Hij was al in 2006 aangekondigd, gedemonstreerd zelfs. En ja, nu net op het randje. Dus ik denk dat daar bijvoorbeeld waarde in zit. En volgens mij staat er ook nog iets aan een paar miljoen aan orders uit. Maar hoe zit het nou precies met de kip? Want het is een heel oud merk. Ja, maar op een gegeven moment is het ook voorbij. En dan lijkt het voorbij. En dan toch zijn er heel veel kopers. Kun je even kort die geschiedenis schetsen? Dat is het gekke eigenlijk. Hè? Het is ooit opgericht door Jan Kip in 1934 alweer. En het was echt een marketingman. Want weet je wat hij als slogan had bedacht? Ei, alweer een kip. Ja, dat is daar ga je gewoon caravans mee verkopen. Ja, dat zit er ding in. Ja, dat is misschien een beetje flauw. Maar ze hebben best wel heel veel heftige perioden gehad. Hè. In 1980 bijvoorbeeld was zo'n periode dat de export naar Duitsland ineens in elkaar zakte. Maar ze hebben ook hele mooie jaren gehad. 10.000 caravans per jaar, 600 mensen in dienst. En dat varieerde nogal. Ze hebben in 85 een management buy-out gehad. Dus toen werden ze weer zelfstandig nadat ze jarenlang in Amerikaanse handen waren geweest. In 1990 werkten er nog 180 mensen. De laatste tijd, zeg maar, een jaar of drie geleden, is het weer fout gegaan. Toen is de eerste officiële doorstart geweest. Nee, maar geen kip. Nee, eventjes niet helaas. En toen hadden ze zoiets, nou laten we bescheiden doen. 1000 caravans per jaar, moet toch kunnen. Maar zelfs dat was al te hoog gegrepen. En dat heeft natuurlijk ook met de crisis te maken. Want als je bijvoorbeeld op de marktplaatsen en de eBay's en dergelijke rondkijkt, dan zie je dat er gemiddeld zo'n 4.000-5.000 caravans te koop staan. En ook campers bijvoorbeeld. En dat betekent eigenlijk als mensen een bepaald merk hebben gekozen, als nou een château of een kip of wat voor caravan ook is, dan zijn ze redelijk merkvast. En bij de campers heb je dat mensen heel snel doorschakelen naar een luxere, want we willen glamping, we willen maakbaar kamperen, het moet allemaal luxe zijn. De caravan kamperen heeft zich zo ontwikkeld. Ja. Zogenaamde glamperen, glamping, hoe je het wil noemen. Je zag ook luxe kamperen. Luxe kamperen, en daar hadden ze heel goed op ingespeeld, want het is op zich een hartstikke innovatief bedrijf. Ze zaten voor het middensegment, later zijn ze voor de bovenkant gegaan, dat is niet zo'n gek idee. En ze hebben ooit zelfs een innovatieprijs nog gekregen, want ze waren de allereerste die een zonnecel in een caravan hadden geïntegreerd. Het is nu zoiets, ja, natuurlijk doe je dat. Maar dat was in 1997 al. Ja, dan moeten ze toch, als ze hier allemaal gebruik van gaan maken, zorgen dat ze er bovenop kunnen komen. Maar wat is hun allerlaatste greep die ze kunnen? Want Jan Kip met zijn geweldige slogans, ja, die kan het niet meer redden. Nee, die gaat het natuurlijk niet meer regelen. Dat is heel duidelijk. Ik denk dat ze moeten specialiseren. En daar zie je een hele duidelijke trendlijn. Ze moeten natuurlijk op die campers gaan richten. Maar wat ze vooral moeten doen, net als we hebben geen auto-industrie meer in Nederland. Nee. Maar we zijn wel heel goed in onderdelen, high-tech onderdelen, voor bijvoorbeeld elektrische auto's te produceren en te verkopen. En op die manier en zullen we moeten inzetten. Dat zie je ook voor de luchtvaartindustrie. Dat kan ook met caravans en campers en dat soort spul. Dus zorg dat je een hele goede toeleverancier wordt. Bijvoorbeeld voor de Duitse industrie. Ja, dat zou kunnen. Want in Nederland, als je alleen richt op de kampeerders in Nederland, kamperen, glamperen, kun je zeggen dat dat sowieso veel minder, je zou zeggen, in crisistijd willen mensen dat wel doen. Omdat ze willen het zeker doen, want het is extremer. Of je gaat voor eco-camping, dus helemaal back to basics en het liefst niet eens wateraansluiting, zeg maar, als het zou kunnen. Of de andere kant. Wat jij leuk vindt, hoor. Ja, daar hou ik helemaal van. Dan ben ik echt, dan ga ik in mijn 3D-pak gaan lekker op de camping zitten. Maar nee, je ziet inderdaad aan de andere kant dat het maakbaar, hè, de luxe tenten bijvoorbeeld, waar van alles en op is ingericht. En op die manier meer diffusie eigenlijk. En dat mensen heel duidelijk kunnen vertellen van, nou, ik heb zo'n soort camping ervaring gehad afgelopen zomer, of welke vakantie dan ook. En niet meer alleen van, ik ga kamperen. En ik verwacht een hele grote groei ten opzichte van de caravans voor die campers, eerlijk gezegd. Want daarmee kun je natuurlijk veel makkelijker naar Zuid-Europa. En nou, Frankrijk is natuurlijk het grote land voor vakantiegangers vanuit Nederland. Dan is dat in ieder geval makkelijk. Dus ik hoop, als ze al doorstarten, dat ze daar in ieder geval... Maar is wel veranderende markt. Wordt het dan ook goedkoper? Ik bedoel, stel dat je denkt, nou, het lijkt me wel leuk, wil hem hebben. Nou, veel minder geld. Nee, de caravans en dergelijke die worden niet direct goedkoper op dit moment. Je ziet wel dat er al wat gesleuteld wordt aan de overnachtingsprijzen. Dus ja, daar moet je natuurlijk ook mee rekenen op de campings. Ja. Omdat ze natuurlijk merken, en dat geldt ook bijvoorbeeld voor degenen die de huisjes verhuren, de grote parken, dat die het toch wel bijzonder moeilijk beginnen te krijgen. Tot vorig jaar, tot december vakantie, zou ik maar zeggen, de kerstvakantie, zat alles gewoon bomvol. En nu zie je dat ze zelfs in de vakantieperiode aan het stunten zijn, met van voor een paar tientjes een midweek bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk wel een signaal dat die overnachtingsprijs naar beneden gaat. Ja, maar voor consumenten dus heel goed nieuws, toch?
Dat lijkt me goed nieuws. En daarom is dit ook het crisisconsumentjaar. Hè? Want er gaan heel veel bedrijven staan onder druk. De meeste consumenten hebben nog veel uit te geven. En eigenlijk is het een soort feestjaar voor ze. Maar crisisconsumentjaar, hoe krijg je dat nog meer te zien? Nou ja, je ziet dat de crisisconsument meer macht eigenlijk gekregen heeft. Hè? Met allerlei aankopen. Nu bijvoorbeeld weer met de verbouwingen, om het maar even breed te trekken. De BTW die tijdelijk verlaagd is. Dat mensen dus meer aan hun eigen huis gaan verbouwen. En dus niet gaan verhuizen. Nou, nu ziet het eruit met nieuwe kabinetten. De hypotheekrenteaftrek die gaat waarschijnlijk wel blijven. Voor zover er geen hele gekke dingen gebeuren. Dus dan zie je dat daar ook meer geld in de economie komt. Nou, spaarloon is nog een beetje lastig, zoals je waarschijnlijk ook wel gehoord hebt. Er zijn wat problemen mee met uitbetalen en dergelijke. En de banken trekken dat natuurlijk heel erg naar zich toe. Dus dat komt alweer grotendeels niet in de economie. Maar een kampeerbusje overleeft toch? Mag ik nog even zien? Want ja. Je hebt een bijen gewoon. Dat kan je keurig beschrijven. Dat is een prachtige kampeerbus. Maar is die kampeerbus, die richt zich op iedereen? Of heeft het met bepaalde generaties te maken? Wat je natuurlijk nu ziet, de vergrijzing die gaat heel erg aanzwellen. 2015, dan gaan we echt over een vergrijzend Nederland spreken. De 30ers, de 40ers, die vinden het ook leuk. De 20ers zelfs. Ja, 20ers niet. Absoluut niet. Die gaan naar de maar het is een hele grote groep. 60 Je ziet juist de koopkrachtige groep. Hè, met name senioren die heel veel tijd hebben. En die dus ook een vaste plek willen hebben. En die zeggen zo, wij willen onze eigen caravan of camper hebben. En dat klinkt vertrouwd in de oren. Ze willen een vaste plek hebben. Die leeftijd is een grote groep. Dus al die veranderingen in de wereld ook maar. En dan wil je je eigen huisje hebben. De nieuwerwetse huiselijkheid is dat eigenlijk. En kopen dan allemaal die kipcaravans? Want je noemde net ook nog even Chateau. Kip en Chateau. Die komen allebei weer opzetten. Dankzij deze groep. Nou ja, dat zie je inderdaad. Dat zijn een beetje degenen die op zich een luxe caravans en dergelijke kunnen leveren. Maar moeten even kijken hoe het met de doorstart van Kip gaat natuurlijk. Hè? Ja, want het is nou ja goed als je ziet wat in het verleden gebeurd is. Oh, want ze hebben wel voor hetere vuren gestaan, denk ik eerlijk gezegd. Hoor. En dat er heel veel liefhebbers voor zijn natuurlijk. Ongelooflijk, hè? Ik vind het erg veel. En ja. Dat voor zo'n curator moet dat toch een heel mooi uitgangspunt zijn om die onderhandelingen te voeren. Nou, dankjewel voor deze interessante kijk in de toekomst. Dankjewel, trendwatcher Richard Lamp. Je wilt nieuws, opinie en debat met ondernemende mensen. Wij hebben het. BNR. Niets houdt je tegen.